Emile. Emile is een engel. Hij is perfect voor mij. Ja, natuurlijk komt hij thuis en is niet weg te jagen. Hij zal wel het een of het ander te regelen hebben. Enfin, ça va, dikke kus. Ja. Wat? 2 uur. Nu al. God, wat vliegt de tijd. Enfin, beste, net tot daar. Ja, beste. Goedenavond, hè. Adieu. Natuurlijk dat hem thuis is, uw broer. Hij is thuis, maar hij is in de badkamer. Wacht. Ik zal hem roepen. Emiel! Emiel! Wauw, 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 wauw. Wat? Wauw, 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 wauw. Je kunt niet komen. Wauw, wauw, wauw. Hallo? Hij is een beetje grof. Nee, niet tegen mij. Hij roept dat hem helemaal naakt is en dat dat niet gepast is aan de telefoon. Of ik zeker ben dat hij thuis is? Je bent gek, Simon. Natuurlijk is hem thuis. Het is mijn fout ook niet, hè, dat hij die kan opbrengen om te komen. Uw zuster vindt dat je toch zou moeten kunnen opbrengen. Wauw, wauw, wauw. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Nee, hij zit in bad en hij blijft in bad. Ik zal vragen terug te bellen. Beste, ja, goedenavond nog, hè. Ja. Wat een teef. Zo moeilijk is dat toch niet. Bellen. Telefoon opnemen. Nummertje draaien en...